En allereerst van Dutch Gaming Nation, welkom bij Let's Play Super Meat Boy. En we gaan door met chapter 2, The Hospital. Dus gaan we even kijken wat we hier voor filmpje krijgen. Super Meat Boy in het donker. Naar het ziekenhuis. Goed, hebben we dus 20 levels. En we gaan er maar gelijk beginnen. Dus wat mogen we doen? Even kijken. Oh, we mogen in ieder geval gaan springen, denk ik. Ja, zo dus niet. Goed. Vorige aflevering heb ik een beetje zitten stressen natuurlijk vanwege de eindbaas. Dat het heel lang duurde voordat ik die helemaal door had. En dat denk ik nu ook te kunnen. Nou, kom op. Dus ik hoop dat deze aflevering even wat minder gestrest wordt. En dat het allemaal in één keer gaat. Kan natuurlijk nooit in één keer goed gaan. Zoals nu. Ah! Dan ga ik de meest domme fouten maken al. Ja. Ah, ik had een stukje naar beneden gaan moeten. Ik ben ook veel te snel of veel te langzaam. Oh, dat is heel fijn. Ja. Nee! Ah, erachter langs. Kutzooi. Oh, wat een kutspel. Echt een kutspel. En dat boekt niet in de zin kut omdat het gewoon niet leuk is, maar omdat het zo moeilijk is. Yes. Goed. Eindelijk. Level 2. Hoe de fuck moet dit? Nou, ik denk sowieso tussen dat gat door. Nee, niet tussen dat. Nee, ook niet zo. Niet zo. Ja, zo. En hierdoor. En... ah, shit. Oh, dat waren skills. Zie mijn skills hebben, echt waar. Zie mij, ja, doodgaan. Nee! Oh, dan moet ik nog een keer naar beneden, oké. Okay. Hoe vaak moet ik omspringen? Kom op ze. Kutzooi. Het eerste stuk dat red ik nu. Omdat ik nu weet dat ik over kan springen. En dan moet ik nog een fik. Ja, ja. Oh, straight A. Dat is heel fijn. En, ja, hallo. Dan moet ik... oh, ze doen natuurlijk ook niet kutspijkers liggen. Ja, jongen. Oh, kut. Ja, nou ga ik te snel. En spring. En... nou, dan ga ik het allemaal maar echt heel slow aan doen. Jammer dan. Ah. Niet te snel of niet te langzaam. Kut! Die dingen zitten toch overal? Zie ik het nou even verkeerd? Echt. Kijk, hier ook. Kun je er alleen tussen die... waar kun je eigenlijk tussen springen dan? Hoe kun je helemaal niet springen hier? Ja, hier kun je ook niet springen. Hoe de fuck? Waar moet je allemaal... waar kun je allemaal wel en waar kun je allemaal niet? Ik snap er geen reden van. Ja, hier niet. Dat kan ik je ook al vertellen. Ja. Hoe de fuck, waar kan je allemaal wel eens niet springen, echt waar. Oh, eindelijk een stukje verder. En dan ga ik weer helemaal weer terug. God, de, nee. Wow, wow, wow. Wow, dat ging erg snel en ook erg snel dood. Kut. Ja, er zit natuurlijk weer een... echt hoor. Ah, kut. Ik wou doorlopen, maar... op het laatste moment toch nog weer twijfel om niet te gaan. En als je twijfel moet, moet je het niet doen. En in dit geval moest ik dus wel.
Oh. Kut! Ja, godver. Nee, ja, dat ging dus ook niet. Jezus. Het is level 2, 3, dus dit. Ik ben nou echt al gewoon... echt de boel aan het verkloten. Ik ben nog niet eens verder gekomen in de tweede rij. We zijn echt al gewoon langzaam wel bezig, 5 minuten of zo. 10 minuten? Nee, geen 10 minuten. Geen 10 minuten. Zal ik er gewoon eens even in één keer even gewoon ongestoord heen rushen? Ik zal kijken of het lukt. Nou, niet zo. Maar gewoon echt zonder bang te zijn en wat dan ook even doorheen rushen. Ga ik even doen. Kijken of het lukt. Huh, oké. Goed. Wow. Hoe hoog kom ik? Hoe hoog kom ik hiermee? Oh, je komt niet zo heel ver mee, zie ik. Holy shit. Oh, is dat ook dood? Oh shit, wat een level. Oké, dan moet ik hier dus omhoog. Hoe ver moet ik? Oh, dit is ook nog een andere kant. Oké. Oh, je kan daar ook nog dood in gaan. Met hoeveel dingen moet je rekening houden? Dat is echt niet goed. Oh shit, oh. Oh, die viel nog best mee. Goed, dit is dus moeilijk. Of moet je bij de dood gaan. Oh, dat lukt wel. Okay. Oh, cool, mooi. Oh, dat valt mee. Hier naar beneden, hier naar beneden. Oh. Oh, valt er. Oké. Oh, fijn. Dan hebben we nog meer slijmen. Slijmpies. Hoeveel slijmpies zijn er? Genoeg slijmpies. Ik neem aan dat die slijmpies niet doodmaken. Kijk, dan wacht ik tot dat slijmpie weg is. Ik slijp je achterna. Op dat moment denk ik. Ah, kut. Huh? Oh, ging ik uit het level. Ik ook nog uit het level. Holy fuck. Ah, tering. Met hoeveel dingen moet je rekening houden? Ik neem aan dat je niet in het bloed kan staan. Ik moet zeker even over het bloed heen. Ja, en rot jij op, slijm? Nee. Oh. Dan ga ik maar even scheid hebben aan alles. Oké. Nou, we alles in het zwart. Ook leuk. Geef wel een beetje een donker sfeertje. Ah, kom op. Oké, waar moet ik heen? Ja, ik zal sowieso hierop moeten en dan hier naar beneden. En dan niet doodgaan. Dat is sowieso het enige wat ik niet wil. Daar is het door. Dus hoe wou ik dat in godsnaam doen? Volgens mij moet ik zo springen. Ja.
Ja, nee, nee, kut. Goed, heb ik dat ook gelijk gezien dat je daar dus ook dood door kon gaan. Dan zie ik daar nog over twijfelen. Ja, daar kon je sowieso dood aan. Wow, dood aan gaan. Dat komt je zo ook wel vertellen. Kut. Nee, nee, oh. Shit. Ik ga te snel. Dat het net goed ging. Trouwens. Ja. Dan moet ik weer terughoudender gaan spelen. Dat gaat ook weer niet goed komen. Oh, kut. Ik stond erop. En dan denk ik dat je er niet op staat. Oh, mijn hemel. Oh. Ik ging iets later weg. Oh. Oké, dus dat kan ook. Kut, kut, kut. Oh, huh? Waar sta ik? Oh, daar. Ja, oké. Goed, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het abonneren. Bedankt voor de duimpjes. En dan gaan we volgende week verder met de nieuwe... Of met de... Ja. Met deze level... deze level van Super Meat Boy. Want het duurt nou wel erg lang. Dus bedankt voor het kijken. Bedankt voor het abonneren. En tot later.